Er staat een vliegtuig op. Je moet natuurlijk ook heel blijven. Ik ben nog vroeger, wou ik piloot worden. Maar ja, dat is niet gelukt. Kijk, hier heb ik zo'n grappig doosje. Dit is een camera van omstreeks 1880, dus zeg maar. 130 jaar oud. En te oordelen naar het houtsoort, notenhout, komt hij uit Frankrijk. Ieder zichzelf respecterende timmerman die kon ook cameraatjes bouwen. Zo, kijk, daar komt hij aan. Voilà. Tada. Er werd statief gebruikt natuurlijk, want de belichtingstijden waren zo lang. Dan moet je denken aan rustig 1,5, 2 minuten. Die mensen die op de foto gingen, die werden ook in een stoel gedrapeerd met ijzeren beugels. Zodat ze zich niet konden bewegen. Had. Dat ze echt stil konden zitten al die tijd. Zo. Kijk, dan moet ik hier steunen. Hoppakee, zo. Ik ben bang dat de stagnatie in de verkoper zit. Kun je altijd alles vinden? Ja. Ja? Ja. Je weet precies wat je hebt. Absoluut. Oh, je zoekt een lijkaarlens op. Ja. Oh. Ik heb een, inderdaad nog één collapsible. Maar ik heb ook nog een gewone Summicron 2.050. Maar ja, die zijn veel duurder, hè, dat weet je. Even kijken, waar is dat ding gebleven? Oh ja, daar staat hij daar. Daar bovenop, die zilver. Oh, die? Ja. Ja. Maar dat is geen oude, hoor. Absoluut een nieuw staat, verkeert hij. Okay. Ja. Trouwens ook goedkoop hoor nog. Ik ben gewoon hartstikke goedkoop met de spullen. Mijn opa zei ooit eens, als je verkoper bent, maakt het niet uit wat je verkoopt. Een goede verkoper kan net zo makkelijk een krop slaven kopen als een automobiel of een bankstel. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wel een goede autoverkoper kunnen zijn. Ja. Ik smeer ze allemaal een superauto aan. Hoe dat komt, weet ik niet. Dat zit in je genen. Die eigenlijk om het toestel zit en dat je dan in het tasje stopt. Nee, ik heb normaal een rekje daarvoor. Met allemaal van die kokertjes en hoesjes, maar dat rek is gesneuveld. Okay. Nou is dat al dat spul, die staan daar in zakken. Daar kan ik onmogelijk, daar moet ik al die zakken omkiepen. Ik kom een keer langs, ik werk hier vlakbij dus. Oké, okay. Nee, nou. Jammer. Nou, doei. Tot ziens, fijne dag nog. Zo gaat het al de hele dag. Mijn vader die had een groentewijk in de Bilthoven. En in Bilthoven vooral, daar woonden puissant rijke mensen, maar meestal waren ze erg gierig ook. En dan vroegen ze om bananen en toen zei die mevrouw op een gegeven moment, die bananen die vind ik te groot hoor, dat wordt een beetje te kostbaar om die uit te delen onder de kinderen. Die banaantjes aan de achterkant zijn veel kleiner. Dus wat deed mijn vader? Die liep om de groentekar heen, paard en wagen. En die draaide de kan bananen om en liet de kleintjes zien. En toen zei hij tegen diezelfde mevrouw, hoe vindt u deze dan? En die waren wel goed. Dat is wel een hele oude, of niet? Ja, zeker. Het is minstens 40 jaar oud of zo. 6x6. Ik denk misschien nog wel ouder. Ja. Ik schat in eind 50e jaren. Nou, dus dan is hij 60 jaar oud bijna. Ja, dat is geen digitaal, maar, hè? Niet? Oh. Nee. Oh, maar dan heb ik er niks aan. Dan wil ik hem niet hebben. Of ik dit zou kopen. Ja, natuurlijk. Hangt natuurlijk ook van de prijs af. Maar ik vind dit, hier word ik nog wel warm van. Ja. Wat denk je? 100? Ja. 95 euro? Ja, iets... In de buurt, ja. Jij bent zelf hobbyist, je kijkt ze nog na ook een beetje, hè? Je smeert ze een beetje en zo. Hè? Ja, ik maak ze schoon, daarom. Schoon, ja. Of het goed loopt. En, Ja, prachtig. Ja. Ik ben een AW'ertje, dus als ik mijn verloofde nog eens een keer mee uit wil eten nemen, dan moet ik dit er wel bij blijven doen. Want alleen AW lukt dat niet. Ik heb heel veel over voor mijn klanten. Mensen komen graag. Ik denk het, ja. Ik hoop het althans. Ja.